We zijn live. Welkom bij deze 52e webtalk van Elaat. Mijn naam is Erik Verkaathoven. Ik ben communicatiemanager bij Elaat. En Elaat is het kennis- en innovatiecentrum op het gebied van het slim en duurzaam opladen van elektrische voertuigen. In deze webtalk hebben we Annabel van Zanten van Elaat. Welkom Annabel. En we hebben Maarten Venselaar van Enexis. Ook welkom Maarten. En zij duiken in de relatie tussen het opladen van elektrische voertuigen en het stroomnet. Wat zien we als we de verwachte groei van elektrisch vervoer afzetten tegen de ruimte op het stroomnet? Waar ontstaan mogelijke knelpunten en wat kunnen we doen om deze knelpunten te voorkomen of te reduceren? U kunt zoals altijd weer vragen stellen in de questions box. Die zullen we dan zoveel mogelijk aan Maarten en Annabel voorleggen. De webtop wordt opgenomen en zoals gebruikelijk gaan we meteen van start. Dus aan jullie het woord. Dankjewel voor de introductie, Erik. Dan nog even kort, we zijn natuurlijk al geïntroduceerd. Maar mijn naam is Annabel van Zanten. Binnen Elaat hou ik me bezig met het in kaart brengen van de impact van elektrisch vervoer op het net. Samen met de verschillende netbeheerders, waaronder met Maarten. Ja, Maarten Venselaar, ik ben portefeuilleregisseur mobiliteit binnen Enexis. En ik hou me bezig met de ontwikkelingen van elektrische mobiliteit en hoe we dat vertalen naar beleid en acties binnen de netbeheerder. En ook daar intensieve samenwerking met de andere netbeheerders en Elaat.nl. Nou, en in deze presentatie lichten we eigenlijk een tipje van de sluier op. Zijn analyses gemaakt over wat is nou de impact van elektrisch vervoer op het net. En de resultaten van die analyse die zullen ook op 1 juni gepresenteerd worden via de website van Elaat. Dus neem ook vooral daar dan een kijkje om de rapporten te zien en te lezen. En als we kijken naar de verwachte groei van elektrisch vervoer, dan verwachten we daar een groei vanuit verschillende modaliteiten. Personenauto's, bestelauto's, OV-bussen, trucks, bouwmaterieel en ook binnenvaart. En die hebben allemaal een impact op een ander deel van het elektriciteitsnet. Dan wel lokaal, dan wel regionaal. Bijvoorbeeld personenvervoer. Nou, in de Elaat Outlooks is in 2019 een voorspelling gedaan op basis van prognoses. Hoe verwachten we dat die groei zich gaat manifesteren? En in 2021 hebben we die groei zelfs bij moeten stellen, want wat blijkt? De groei gaat sneller dan we daarin dachten. En als we inzoomen op twee andere modaliteiten, de bestelauto's en de trucks, zien we ook daar dat er snelle groei verwacht wordt. Dus in het middenscenario van de Elaat Outlooks worden bijvoorbeeld al 300.000 elektrische bestelauto's en 30.000 elektrische trucks verwacht tussen 2030 en 2035. En het laden van deze voertuigen heeft natuurlijk een impact op ons elektriciteitsnet. Nou, zoals mogelijk bekend is het elektriciteitsnet opgebouwd uit drie netvlakken. Hoogspanning, middenspanning en laagspanning. Hoogspanning wordt gevoed vanuit de landelijke netbeheerder Tennet. En dat is op dit moment ook een groot onderwerp van gesprek rondom netcongestie en de uitdagingen die er op hoogspanningsniveau zijn. Nou, via hoogspanningsnet wordt uiteindelijk het middenspannings- en het laagspanningsnet gevoed. En via onderstations wordt de elektriciteit fijnmaziger verspreid. Tot aan het laagste niveau, dus de blauwe stations die jullie zien. De middenspanningsruimtes die het verder verspreiden in woonwijken. En je zou kunnen zeggen hoe hoger het laadvermogen, hoe hoger aangesloten in het net. Dus helemaal op het onderste niveau in het laagspanningsnet zien we bijvoorbeeld een klein laadplein. Maar ook de laadpunten in de openbare ruimte op straat of achter de meter bij mensen thuis. En kijken we wat hoger, bijvoorbeeld in het middenspanningsnet, dan zien we daar de grote logistieke laadpleinen en de logistieke laadhubs terugkomen. Die vanwege hun hogere vermogens ook in sommige gevallen op het onderstation direct aangesloten zullen worden. Nou, om te bepalen welk effect elektrisch vervoer nu heeft op het stroomnet, maken de netbeheerders berekeningen. Wat gaat daar nou in als input? Dat zijn prognoses.
Niet alleen voor mobiliteit, waar we het vandaag over hebben, maar eigenlijk alle ontwikkelingen die impact hebben op het elektriciteitsnet. Dus hier staan ze genoemd: woningbouw, industrie, warmte, duurzame opwek en natuurlijk dus mobiliteit. Deze informatie samen gaat vervolgens een integrale doorrekening in, waarbij alle effecten met elkaar in samenhang worden bekeken. En dat wordt gedaan op twee niveaus. Dus het HSMS-niveau, dus wat we net zagen, waar hoogspanning wordt omgezet in middenspanning. En een ander netvlak, namelijk waar middenspanning omgezet wordt naar laagspanning. En al deze verschillende prognoses kennen andere profielen. Dus ook voor mobiliteit wordt bijvoorbeeld gekeken. Welk profiel heeft het laden van een personenauto? En dat is misschien wel anders dan het profiel van een elektrische truck. Nou, dat wordt allemaal op elkaar gelegd. En uiteindelijk komt daar dus uit wat het effect is, dus wat de impact is op het stroomnet. En in de analyse die de netbeheerders nu hebben gedaan, hebben we gekeken naar wat het effect is tot en met 2030. Maar omdat we ook verwachten dat het daarna nog verder gaat groeien, hebben we ook een doorkijk gemaakt na 2035. En we hebben hier dus een filter overheen gelegd, waarbij we mobiliteit als het ware naar boven hebben getoverd in de analyse. En dan geef ik graag Maarten het woord om ons mee te nemen in wat we daaruit zien. Ja, dankjewel. Nou, wat zien we inderdaad in de analyses die dus inderdaad in juni beschikbaar komen per regio. Dus dit zijn wat algemene conclusies die we over alle regio's kunnen trekken. En één daarvan is dat mobiliteit op die onderstations, gewoon het aandeel daarvan varieert van enkele procenten tot toch wel 50% in delen van de Randstad. Dat betekent dus dat mobiliteit wel degelijk best een forse impact heeft op het elektriciteitsnet. Ook zien we dus voor de middenspanningsruimtes dat de impact erg groot is. Dus niet alleen van mobiliteit, maar ook in combinatie juist met invoeding van zon. Maar ook van de afname van warmtepompen en ander huishoudelijk gebruik. Maar daarvoor raken die MSR's overbelast en zullen we ze moeten vervangen en nieuwe moeten plaatsen. En dat zorgt weer voor een forse ruimteclaim binnen, ja, met name stedelijk gebied natuurlijk, vaak schaarse ruimte. Ook zien we dus dat, omdat we naar 2035 hebben gekeken, het stopt absoluut niet in 2030. Was ook niet de verwachting, maar nu hebben we dat wel mooi in deze analyse kunnen terugzien. Dus dat dus personenauto's, met name dus personenauto's en logistiek, groeien heel hard door dan. Waarbij personenauto's de impact verdubbelt en voor logistiek zelfs soms verviervoudigt, zoals we dat in de regio Zuid in Brabant zien. En dat vraagt natuurlijk nu ook om door te kijken na 2030 in visie en in beleid, om daarop ons op voor te bereiden. Dan zien we hier een kaartje uit de studie. En dit is een selectie van afnameknelpunten, waar we een hoog aandeel van mobiliteit verwachten op basis van de huidige prognosecijfers. En het is goed om te noemen dat dit het beeld is vanuit de regionale netbeheerder. Dus dat is de netzijde van de regionale netbeheerder. We hebben hier niet de congestie, waar we op dit moment ook mee te maken hebben, van Tennet in meegenomen. Dus zeg maar de stations die hier groen gekleurd zijn, waar we een knelpunt verwachten, maar die ook al wel in een investeringsplan zijn opgenomen. Daar kan op dit moment al wel vanuit Tennet schaarste komen. Of schaarste zijn. Dus dat is wel even een aandachtspunt. We hebben hier naar de regionale stations gekeken vanuit de zijde van de regionale netbeheerder. En het is een momentopname, hè? Dus de berekeningen zijn gedaan eind 2022. We weten allemaal hoe snel de situatie kan veranderen. Dus ook gelijk een oproep aan de regio's dat het echt van belang is om dit constant met actuele data te blijven voeden.
Dan hebben we dus ook gekeken naar de, eigenlijk voor het eerst ook naar, tenminste, dat, wat we in deze analyse naar buiten brengen voor de middenspanningsruimtes. Dus dat, eigenlijk dus de transformatorstations die in onze woonwijken staan. En daar zien we dat een vijfde van het huidige aandeel, van het huidige aantal stations overbelast zal raken. En niet alleen van elektrische mobiliteit, maar juist hebben we gekeken naar dat integrale beeld. Ja, daarvan zie je hier het, in het kaartje het resultaat. We hebben dit per regio weergegeven. En heel even kort, zeg maar, de getallen die daarin staan in het zwart, daar zie je aan de linkerkant van de streep, zeg maar, het aantal knelpunten wat we verwachten door afname. En de rechterkant van de streep, het aantal knelpunten wat we verwachten qua opwek. En je ziet daar wel veel, je ziet daar natuurlijk verschillen in de regio's. En hier voor regio Zuid zie je met name ook dat opwek de komende jaren, dus tot 2030, een hele forse impact gaat hebben. En naast dat we die stations soms kunnen vervangen met zwaardere stations, inclusief bijbehorende bekabeling, zullen we ook een hele hoop nieuwe stations moeten gaan bijplaatsen. Ja, en daarvoor hebben we dus veel extra ruimte nodig, zoals net ook al genoemd. Wat is die ruimte dan? Dit is even dan een voorbeeld van zo'n station, waarbij je 25 vierkante meter ruimteoppervlak nodig hebt. En daar zullen we dus samen met onze regio's en gemeenten ja, ons op moeten voorbereiden dat we die ruimte ook nodig hebben. Ook niet alleen om de ontwikkeling van elektrische mobiliteit door te laten gaan, maar ook gewoon alle andere transitiethema's. Nou, wat te doen nu we de resultaten van deze analyse hebben? Denk ik hebben we als netbeheerders, en dan doen we eigenlijk een oproep om daar in samenwerking met de gemeente, met de regio's aan te gaan werken. Hebben we eigenlijk drie punten geconstateerd. Dus één is dat we die ruimte moeten gaan reserveren voor nieuw te bouwen stations. Dat we netbewust laden moeten gaan implementeren. We hebben in de analyse ook een berekening gemaakt met een zogenaamd netbewust ladenprofiel. Dus stel dat we zeg maar, de piekvermogens van de voertuigen gaan verschuiven in de tijd of verlagen. Dus we benutten eigenlijk capaciteit in het net die nu nog niet volledig benut wordt. Ja, wat is dan het resultaat? En dan zien we dus dat het aantal afnameknelpunten vermindert. Dus ja, daar wordt nu ook al aangewerkt in een landelijk programma, slim laden voor iedereen. Maar eigenlijk moeten we gewoon, denk ik, netbewust laden, zo snel mogelijk gaan opschalen. En er wordt ook al hard aan gewerkt. En overigens, niet alleen voor personenauto's, maar ook voor vrachtwagens ligt daar een kans die op depot laden. Om daar zoveel mogelijk, zeg maar, in de dalmomenten te gaan laden, om die... Ja, om die onbenutte netcapaciteit nu wel volledig te gaan benutten. En plan laadinfrastructuur tijdig en integraal. Dus ik heb het net ook al even genoemd. We moeten wel zorgen dat we constant zo actueel mogelijk beeld hebben. Zodat ook netbeheerders zich tijdig kunnen voorbereiden. En alles goed in de investeringsplannen kunnen opnemen. En dat geldt niet alleen voor mobiliteit, maar we doen de analyse, zoals Annabel ook al uitlegt, in samenhang met alle andere ontwikkelingen. Dus ook daarvan hebben we zo actueel mogelijk beeld nodig. Dat was onze presentatie. Ja, in vogelvlucht even door de ontwikkelingen die we zien. We kunnen ons voorstellen dat het misschien nog wel vragen heeft ja, opgeroepen. Dank. Dank Annabel, dank Maarten voor jullie presentatie. Mooie aftrap, denk ik. Ongetwijfeld zijn er inderdaad de nodige vragen die binnenkomen. Mensen kunnen dat via de question box doen. Misschien meteen beginnen met een paar wat meer algemene vragen. Kunnen jullie voor een leek... eens uitleggen wat het verschil nu is tussen die laagspanningsruimte, de middenspanningsruimte en eventueel zelfs het hoge spanning. Hoe ziet dat eruit als ik nou vanuit mijn huis denk, in de wijk,
Wat zijn dat? Ja, als je misschien door je wijk rijdt, dan zie je ze misschien wel staan. Dat zijn die kleine netstations van netbeheerders. Daar zitten dan een aantal honderd woningen achter. Daar gaat bekabeling naar de woningen toe, die dus ook gebruikt worden voor de elektrische auto's. En die stations die takken weer in op zeg maar het middenspanningsnet. Ik vergelijk het altijd met de gemeentelijke wegen, provinciale wegen en de snelwegen, zeg maar. Dus dat middenspanningsnet zijn meer de provinciale wegen, wat meer regiobreed, zeg maar, weer naar richting de snelwegen gaat. En daar komen we in het net van TenneT terecht. Dus op zich vind ik dat altijd wel een mooie vergelijking. En wat je in de wijk ziet, dat zijn zeg maar het soort de haarvaten van ons elektriciteitsnet. Ja, dat zijn die bekende huisjes die je her en der ziet staan. En als daar dus inderdaad voertuigen staan te laden en er is op dat moment niet in datzelfde netdeel zeg maar opwek, dan wordt die stroom gevraagd van een hoger gelegen netdeel en dat telt zich op. En zo zie je dus ook dat voor knelpunten kan... Dat knelpunt kan veroorzaken op hoger gelegen netdelen. Ja, dat betekent wel, jullie hadden net al over slim laden, netbewust laden, dat als er wel veel opwek is bijvoorbeeld, tegenwoordig steeds meer mensen met zonnepanelen op het dak natuurlijk, en dat laden wordt erop afgestemd, dat wel winst kan opleveren. Ja, dat kan zeker winst opleveren. Wat je dus wel in de analyse ziet, is dat die opwekknelpunten met name bijna allemaal in de zomer worden veroorzaakt en de afnameknelpunten in de winter. Dus voor de periode dat er geen zon is, zul je toch een andere oplossing moeten hebben dan het laden op de zon. En daar komt dat netbewust laden ook om de hoek kijken. Ja, en Annabel, kan je dat nog even uitleggen? Want we hebben natuurlijk hier vaak over slim laden. Hè? De allerlei manieren om de pieken te mijden, maar ook inderdaad die zon optimaal te gebruiken. En nu hebben jullie doorgerekend ook met name specifiek netbewust laden. Wat houdt dat in? Klopt, ja. Netbewust laden kun je zien als een vorm van slim laden. De term komt uit het actieprogramma dat Maarten noemde, slim laden voor iedereen. En het idee is hier dat je dus het laden afstemt, zoals het woord zegt, op het net. Dus echt de beschikbare capaciteit die er in het net is. Dus je zou kunnen zeggen, stel dat er een x aantal laadpalen achter zo'n middenspanningsruimte zitten in een wijk. Dan wordt echt op dat niveau gekeken, hoeveel capaciteit is er beschikbaar en wordt dat verdeeld over de laadpalen erachter op een dynamische manier. Wij hebben in de doorrekening een statische vorm van netbewust laden berekend. Dus daarvan hebben we een aanname gedaan dat er per laadpunt maximaal 4 kilowatt is. Nou, en daar zien we dus al op Nederland breed niveau gemiddeld een afname in knelpunten van 10 tot 15% in 2030. Wat zelfs groeit tot 15 tot 20% richting 2035. Maar als je dat dynamisch gaat doen, is er nog meer winst te halen. Want dan kun je het echt lokaal op elkaar gaan afstemmen. Ja, dank je. Even nog een beetje een algemene vraag. Maar jullie hebben je natuurlijk nu enorm verdiept in deze materie. Ook samen met natuurlijk de diverse collega's van onder andere ook de andere netbeheerders. Stedin, Alliander, Liander. Maar zijn er nog dingen die voor jullie als grote verrassing gekomen zijn uit al die onderzoeken? Of was alles al zoals verwacht, Maarten? Het was wel verwacht hè, dat logistiek heel hard gaat groeien, maar dat je zelfs over een viervoudiging van praten in sommige regio's. Dat was toch wel een verrassing, want het betekent gewoon op basis van de huidige prognoses dat er gewoon nog een ontzettende groei daarvan gaat aankomen, waar we misschien de afgelopen jaren veel meer nu op personenvervoer gericht hebben en dat nog steeds wel moeten doen hoor, maar gaat er nu zeg maar een heel nieuw hoofdstuk open over het elektrische logistiek en hoe bereiden we ons daarop voor. Dus dat is wel een van de dingen die mij wel is opgevallen. Ja, Annabel, jij nog een verrassing of was het vooral deze? Nou, wat ik wel interessant vind is dat we juist ook dat niveau dieper hebben gekeken in deze analyse. Dus niet alleen wat zien we op die onderstations, maar wat zien we ook gebeuren in de wijk. En ik moet zeggen dat die aantallen van waar we een knelpunt verwachten, ook in de wijk, dat was bij mij stond dat nog niet zo op mijn netvlies voorheen. Dus dat...
ja, verrassing zou ik niet zeggen, want je ziet natuurlijk in je wijk dat de ontwikkelingen heel snel gaan. Maar dat de aantallen zo hoog waren, dus dat we dat daar met elkaar een opgave hebben, dat ja, dat vond ik wel... Ja, wel een verrassing wat dat betreft. Ja, wel een verrassing. Wat maakt dit onderwerp, Maarten, zo belangrijk? Maar daar hebben we het al wel deels over gehad. Maar ook, wat maakt het interessant voor jullie? Elektrische mobiliteit in in relatie tot het stroomnet natuurlijk. Specifiek. Nou ja, punt 1, misschien wat meer persoonlijke elektrische mobiliteit en een schone leefomgeving gaat mij aan het hart, zeg maar. Dus ook als netbeheerder, als netbeheerder, zeg maar. Wij werken ook mee in de nationale agenda laadinfrastructuur aan dezelfde doelstellingen. Om ervoor te zorgen dat die ontwikkeling van elektrische mobiliteit kan doorgaan. En dat we die ook als netbeheerder goed faciliteren. En natuurlijk zien we nu al dat dat netcongestie echt wel een grote uitdaging is. En dat zal ook echt wel de komende 10 jaar minimaal zo blijven, zeg maar. Die uitdagingen die blijven we houden. Dus ik denk dat het goed dat gewoon goed is om dat eens te benadrukken. Dat nu ook kwantitatief in een rapport terug te zien. En dat we dan met z'n allen zeg maar gaan toewerken naar wat zijn dan de juiste oplossingen. En ja, dat vind ik super interessant. Om dan samen, als netbeheerder ben je een radartje in dat geheel, maar ook om daar samen naar de juiste oplossingen te kijken en die ook te gaan invoeren, met name. Ja, nou, dat zit ook altijd een uitdaging. Annabel, als je nou is mijn presentatie, kun je natuurlijk niet alles kwijt. Zeker als je hem heel kort houdt, dan is dat lastig. Wat zou je nog eigenlijk willen benadrukken of willen toevoegen, wat er niet meer heel goed in de presentatie terechtkomt? We hebben het natuurlijk over netcongestie en problematiek met aansluiten en ook wat we zien. Mobiliteit heeft een grote impact. Tegelijkertijd, er kan ook nog heel veel. Dus dat vind ik ook wel het mooie, dat lokaal, als je lokaal die afstemming zoekt, is het niet dat we op onze handen moeten gaan zitten en wachten tot het opgelost is. En wat Maarten al zei, het zal de komende jaren een uitdaging blijven. Dus ik denk dat dat juist ook weer een mooie kans is om te kijken hoe kunnen we het efficiënter doen met elkaar en hoe kunnen we echt toewerken van een energiesysteem gebaseerd op fossiele energie naar optimaal gebruik maken van de duurzame energie die er is. Dus ja, die uitdaging, daar heb ik wel zin in om mee aan de slag te gaan. Oké, dank je. We gaan even naar een paar binnenkomende vragen. Een korte verhelderende vraag van Peter Salts. Wat is de ruimteclaim? Ruimte voor wat? Volgens mij is later in de presentatie wel enigszins uitgelegd, maar Maarten, kun je dat nog even toelichten? Ja, de ruimteclaim voor nieuwe energieinfrastructuur. Dus we hebben gezien van hoeveel middenspanningsstations overbelast zullen raken. En daarvoor heb je dus in onze woonwijken ruimte nodig. Daar hebben we ook het voorbeeldje van een station laten zien. Niet alleen voor de station zelf, die 25 vierkante meter, maar ook voor alle bekabeling die naar dat station gaat. Dus de komende jaren moeten we gaan verbouwen en daar hebben we ruimte voor nodig. Dus het gaat hier inderdaad om de energieinfrastructuur, wat we bedoelen met die ruimteclaim. Ja, lijkt me helder. Joost Halkes, is het plaatje per gemeente, dus wat jullie van Zuid-Nederland lieten zien, ook beschikbaar voor andere gemeentes? Annabel, dat is na 1 juni, denk ik, hè? Klopt, ja. Dus we hebben voor iedere NAL-regio hebben we zo'n kaartje gemaakt. Dus die is dan ook in te zien. Dus we hebben even als voorbeeld Zuid genomen. Ja, want 1 juni is de publicatie van de rapporten waar jullie het nu ook deels al over hebben. Een tipje van mijn sluier hebben opgelicht vandaag. Dan hebben we Frank Zaal. Of er nog meer oplossingen meegenomen zijn in het onderzoek. Bijvoorbeeld accu-stations of waterstof. Dus de buurtaccu, denk ik, dat die onder andere opdeelt. Of misschien de thuisbatterij, dat kan ook. En waterstof. Ik weet niet wie van jullie daar wat over wil zeggen. Maarten? Ja, we hebben alleen netbewust, ja, slim laden of netbewust laden profiel hierin meegenomen. Dus verder geen andere oplossingen als accu's.
vehicle to grid of noem maar op. Dus alleen die meegenomen. Ja. Waterstof, ja, ook niet. Hoewel, zeg maar, ontwikkeling, zeg maar, de analyse is gebaseerd op ELAT-NL Outlook-cijfers, aangevuld met wat de NAL-regio's, zeg maar, hebben aangeleverd. Als daar een hele grote ontwikkeling van waterstof al in die cijfers zit, hè, dan zijn ze op dat moment natuurlijk wel meegenomen in de analyse, maar we hebben niet, zeg maar, een specifieke oplossing voor met waterstof meegenomen. Nee, oké, helder. Een vraag van Paul Broos. Hebben jullie alleen gekeken naar capaciteit in termen van vermogen of ook gekeken naar het aantal beschikbare vrije velden op een station? Ik denk, Maarten, dat jij... Alleen naar vermogen, piekvermogens van mobiliteit. Oké. Okay. Even kijken. Een vraag die niet helemaal afgemaakt is, maar ik kan hem wel zelf afmaken, van Willem Altena is... Is net bewust laden of al gestandaardiseerd binnen de auto, automobielwereld? Dus in hoeverre dit al, jullie hebben natuurlijk dat scenario meegerekend, is dat eigenlijk al een standaard, is denk ik de vraag. Dus wat je ziet is dat slim laden op wat kleinere schaal natuurlijk op verschillende manieren wordt uitgerold. Maar dit is echt iets binnen het actieprogramma Slim Laden voor Iedereen. En dat wordt daar dus ook in samenhang met gemeenten, provincies, marktpartijen, netbeheerders, wordt dat verder ontwikkeld en worden daar nadere afspraken over gemaakt. Met wel als doel om het de norm te kunnen maken, om slim laden de norm te kunnen maken. Ja, oké. Okay. Veel vragen ook nog verder, die komen binnen op juist die oplossingsrichting. Hè? Van welke rol kan Vehicle to Grid mogelijk spelen? Welke rol kunnen accu's spelen? Denken jullie aan opslag als buffer? Bert van Berwerk over stelt die laatste vraag, onder andere. Ja, ik weet dat jullie het niet in het onderzoek hebben meegenomen, maar zijn er wel al gedachten over welke rol dat soort toepassingen zouden kunnen spelen? Ik denk dat we die oplossingen uiteindelijk allemaal nodig hebben. In de berekeningen hebben we juist gerekend met, nou, je zou het kunnen zeggen, worst case scenario, waarin die oplossingen nu nog geen standaard zijn. Maar stel bijvoorbeeld dat flexibiliteit zich verder ontwikkelt, kan ik me ook voorstellen, als dat straks wel gangbaar is, dat je dat natuurlijk ook al meeneemt in je analyse. Maar je kan beter een overschatting hebben, is mijn persoonlijke opvatting, dan een onderschatting. Dus vandaar dat het zal vooral in de uitwerking nu zitten. Dus de uitwerking van hoe gaan we verder met deze resultaten. En ook de netbeheerders gaan natuurlijk met de gemeenten en provincies verder inzoomen op die gebieden. En ik denk dat dit soort oplossingen dan heel snel naar voren zullen komen. Maar dat dus blijft maatwerk. Oké. Okay. Vraag van Ruud Vossenbelt. Of er ook een roadmap is voor 2050. Voor zowel het aantal elektrische trucks en auto's als de capaciteiten die er beschikbaar zijn. En wie houdt in Nederland de vinger aan de pols voor dit soort ontwikkelingen, is zijn vraag. Ja, als het gaat om prognoses, lopen die wel door tot 2050. Maar op landelijk niveau is vooral II 3050 heeft volgens mij ook een beeld, hè, welke scenario's eigenlijk met vier verschillende scenario's van hoe ziet, zeg maar, de energievraag ook van mobiliteit eruit in 2050. Maar we hebben het hier tot 2035 eigenlijk doorgerekend qua net impact. Oké. Okay. En dat is met name ook misschien een toevoeging, omdat wij onze investeringsplannen van de netbeheerders ook 10 jaar vooruit maken. Dus eigenlijk hebben we dat min of meer op die manier laten aansluiten. Ja, nou, logisch blik natuurlijk. Een vraag van Frank Saal is, zijn er korte termijn oplossingen voor bedrijventerreinen waar het nu al over belast is? Ik weet dat daar op allerlei manieren aan gewerkt wordt, maar wie van jullie wil daar wat aan zeggen? Nou ja, goed, die korte termijn oplossingen. Ja, ik verwijs toch altijd naar een TNO-rapportage die misschien menig een zal kennen met oplossingen voor logistiek.
En daarin staat oplossing die je nu kan toepassen, inderdaad het slim laden of nacht laden achter de meter. Dus achter de meter zoveel mogelijk netefficiëntie toepassen. Accu's wordt daarin genoemd. En waar we in de toekomst naar kijken en waar nu eigenlijk hard aan gewerkt wordt, is natuurlijk dan de alternatieve contractvormen. Hè? Dus dat je bijvoorbeeld bepaald vermogen alleen 's nachts tot je beschikking hebt. En groepscontracten, dus dat je als een heel bedrijventerrein de vraag en aanbod binnen bepaalde capaciteit kan houden. Maar goed, dat is nog allemaal in ontwikkeling. Ja, dus maar ik wil. Ja. Wordt hard aan gewerkt aan dat soort oplossingen. Daarmee hebben we ook al een beetje de vraag van. Even springt hier. Van Anton. Uren beantwoord, denk ik. En die vraagt namelijk of verschillende tariefstellingen ook kunnen zorgen voor verschuiving van afname. Nou, die is natuurlijk breder dan die oplossing waar jij het over had al, hè, voor de logistiek, bijvoorbeeld op bedrijventerreinen. Maar Annabel, misschien kun jij er iets over zeggen, bijvoorbeeld ook bij mensen thuis, bij personenauto's. Gaat verschillende tarieven, gaat dat verschil maken? Nou, ik denk als we nu terugkijken de afgelopen maanden in hoeverre dynamische tarieven, ik zie het in ieder geval veel meer in het nieuws, ook al zou ik niet in het onderwerp zitten. Dus ik denk dat de hele energiecrisis daarvoor heeft gezorgd dat we daar veel meer naar gaan kijken. En nu is het vooral nog iets bij mensen thuis, dus waar mensen thuis een app voor kunnen downloaden en bijvoorbeeld hun auto op momenten kunnen laden. Nou, en veel met goedkope energie, maar nou, ergens zit er ook natuurlijk een link met duurzame energie. Het zou heel mooi zijn als we dat op termijn misschien wel kunnen uitbreiden ook naar de laadpalen die in de publieke ruimte staan. En daar hoor ik ook wel dat de eerste gedachten daarover gevormd worden. Dus ja, ik denk dat tariefstelling zeker een prikkel kan bieden om ons net ook daarin efficiënter te gebruiken. Ja, oké. Vraag van Marnik van der Zanden. Hebben jullie ook gekeken naar het laden van zwaartransport? Dan zal het waarschijnlijk op megawattschaal moeten worden geladen. Ja, wat is het effect daarvan zou dat zijn? Als je inderdaad die megawattladers, waar nu wel sprake van is voor zwaartransport, als die toegepast gaan worden? Ja, we hebben gerekend ook met vermogens. Dus daarin niet zozeer onderscheid gemaakt hoe het geladen wordt, maar vooral wat het vermogen, verwachte vermogen is dat er geladen wordt in een bepaald gebied. En ELAAT heeft daar ook vervolgens laadprofielen voor ontwikkeld die we daarvoor voor hebben gebruikt. Ik durf niet precies te zeggen hoe die vermogens erin zitten. Maar we hebben dus niet gekeken, dit wordt met een megawatt lader geladen. Dit wordt met 350 kilowatt geladen. Maar eigenlijk alle vermogens op één hoop en met een profiel gesimuleerd om de impact te bepalen. Ja, en daar zitten de verzorgingsplaatsen bijvoorbeeld langs de Rijkssnelwegen zitten daar ook in. Hè? Daar te verwachten vermogens. Ja, en inderdaad, dat zijn dan de opgetelde piekvermogens die we daar verwachten. Ja, oké. Okay. Maar als het echt heel, heel zware vermogens op één plek zijn, kan ik me voorstellen dat die ook rechtstreeks naar, ik ben een leek hoor, maar dat die rechtstreeks naar het hoogspanningsnet gaan. Qua aansluiting. Ja, dan moet het wel heel erg veel vermogen zijn. Voorlopig is de verwachting in ieder geval voor de verzorgingsplaatsen dat die wel naar de regionale netbeheerder gaan. Ja, oké. Helder. Inderdaad, de ontwikkeling van de megawatt charges, die kennen we, of misschien nog wel meer. Kijk, we houden deze analyse minimaal elke 2 jaar. Hè? En dat wordt ook vertaald in investeringsplannen van de netbeheerder, die weer om de 2 jaar worden geactualiseerd. Kijk, als nu blijkt dat de komende 2 jaar de megawatt charger een enorme opkomst is, dan nemen we die absoluut mee in het laadprofiel van een megawatt charger in een volgende analyse. En zo willen we eigenlijk constant die analyses verbeteren. Hè? Want dit is gedaan op basis van wat we nu weten. De komende 2 jaar zal vast nog een andere ontwikkeling zijn die we dan moeten meenemen in de volgende ronde. Ja,
Oké. Nog een volgvraag over die ruimtecapaciteit van Peter van der Tas. Waar zien jullie de knelpunten als het gaat over de beschikbaarheid van die ruimte in gemeenten? Misschien Maarten, kan je daar ook nog wel wat over zeggen? Ja, nou, knelpunt. Ik denk in sommige gebieden, stedelijke gebieden, is het echt puur de ruimte waar je zo'n station kan plaatsen. Als je al een hele drukke woonwijk hebt met veel auto's, woningen, gebouwen. Echt de ruimte zelf. En daarnaast een ander knelpunt. Als je pas aan de slag gaat, zeg maar op het moment dat het zich aandient over 5 jaar, van we hebben hier een aantal stations nodig, laten we gaan kijken welke ruimte. Of waar, welke plaatsen we daarvoor kunnen gebruiken. En dan heeft het vervolgens nog een vrij lange doorlooptijd. Natuurlijk qua vergunningen, qua afstemming met de gemeente, maar ook met de bewoners. Dus eigenlijk biedt dit wel de mogelijkheid, nu we 10 jaar vooruitkijken, van hoe kunnen we hier nu al mee starten en ons op voorbereiden. En dadelijk niet te laat zijn. Want als je dus te laat bent, dan stopt onder andere ook de ontwikkeling van elektrische mobiliteit. Omdat je dan ja, mogelijk te weinig netcapaciteit hebt. Ja. En hoe netbeheerders hier nu al aan werken, is door met zoekgebieden te gaan werken. Want je kan natuurlijk wel in één deel van je stad of gemeente bijvoorbeeld ruimte hebben, maar er zit wel ergens ook een fysieke samenhang met hoe de aansluiting op het net is. Dus door met zoekgebieden te gaan werken, kun je al iets meer bekijken van in welk deel zoeken we nou naar ruimte voor zo'n middenspanningsruimte? En die gesprekken, okay. die gesprekken vinden ook plaats bij alle netbeheerders bij de gemeente. Ja, en zullen naar aanleiding van deze inzichten wordt het eigenlijk steeds concreter. En wordt dat ja, eigenlijk komende tijd gewoon met wordt ook deze resultaten met de gemeente besproken. Oké, nou, gezien de tijd moeten we al zo langzamerhand gaan afronden. Maar ik zie dat misschien goed om nog even bij stil te staan of een blik te werpen, een blik vooruit te werken. Hoe gaat het nou verder? We hebben natuurlijk al gehoord dat op 1 juni de publicatie is van al die rapporten. Dus de NAL-regio's daarmee aan de slag kunnen. Maar hoe gaat dit nou, wat voor impact gaat dit hebben? Op welke manier wordt dit verder opgepakt? Misschien eerst Annabel, dan Maarten nog. Ja, daar zijn denk ik twee stromen die je daarin zou kunnen onderscheiden. Natuurlijk is heel veel wat hieruit komt is echt interessant en ook nuttig. En vragen we ook actie op samen met gemeenten en provincies. Dus de komende tijd zullen de netbeheerders ook echt de regio's ingaan om de resultaten toe te lichten. En zelfs misschien nog wel wat meer detailvragen daarover te beantwoorden. Anderzijds, zoals Maarten al zei, we doen iedere 2 jaar deze analyse. Dus daar zal ook een lijn gaan lopen van hoe ziet nou zo'n volgende analyse eruit voor mobiliteit. Maar nou ja, de geluiden gaan bijvoorbeeld ook op om het veel meer integraal te bekijken. Dus daar gaan ook, daar gaat ook wat spelen om nou, ons te stellen voor de volgende analyse, het verzamelen van de benodigde input daarvoor. Misschien heeft Maarten nog wel aanvullingen daarop. Ja, nee, inderdaad, het wordt besproken met gemeenten en met de regio's. Daar wordt ook dat ruimtepunt natuurlijk meegenomen. Twee is het netbewust laden. Daar loopt het programma Slim Laden voor Iedereen. Het concreet uitvloeisel daarvan is overigens dat nu al in de concessies voor publieke laadpalen we het zeg maar netbewust laden criteria opnemen, zodat in ieder geval alles wat nu nieuw bijgeplaatst wordt, hè, dat we daarmee dit instrument kunnen inzetten, wordt ook in samenwerking met, natuurlijk met de NAL-regio's, provincies, gemeenten gedaan en alle andere stakeholders. En 3 is dat we nu ons ook weer gaan focussen op hoe krijgen we nu weer de data die we nu gebruikt hebben, hoe krijgen we daar een actualisatie van. Dus daar moeten we het komende jaar, anderhalf jaar, gaan we dat in ieder geval met Elaat en NL, de NAL-regio's, gaan we dat actualiseren. Oké, dank. Ja, dan gaan we nu even afronden voor nu. Ongetwijfeld komen er nog wel wat vragen binnen. Die stellen ze vooral, stuur ze vooral door. We proberen ze dan door te zetten naar Annabel en Maarten. En jullie erg bedankt voor de presentatie en de antwoorden op alle vragen die binnengekomen zijn, Annabel en Maarten.
Dank ook iedereen die heeft meegekeken en al dan niet vragen heeft gesteld. De volgende webtalk is over 2 weken, op 25 mei. En dan gaan Gerben Spies en Robin Vos van Elaat het hebben over de compacte aansluitmodule. En die zorgt ervoor dat laadpalen sneller en gemakkelijker op het stroomnet worden aangesloten. Dus dat wordt ook een interessante webtalk. Deze webtalk is straks op YouTube terug te kijken. Nogmaals, dank iedereen en hopelijk tot over 2 weken, dezelfde plek, dezelfde tijd.